Hoe leuk is het? We hebben gewoon bijna 500 deelnemers die meedoen aan deze e-learning. Nou, dit had ik echt serieus nooit van tevoren verwacht dat we met z'n allen, of dat jullie met z'n allen zo massaal mee zouden doen. Maar hoe leuk is het dat we toch in deze wat moeilijkere periode met z'n allen massaal gaan trainen? Nou, hoe gaat het nu te werk? Ik ga aanstaande maandag 4 januari plaatsen om 10 uur mijn eerste e-learning video op mijn YouTube kanaal. Je hebt dan in principe een week de tijd om de opdracht te voltooien. Want de tweede opdracht die we op dezelfde dollet gaan doen, zal ik 11 januari ook om 10 uur op mijn YouTube kanaal plaatsen. En we blijven natuurlijk op diezelfde dollet blijven we werken. Maar ik heb aangegeven, als je dus feedback van mij wil krijgen of van een van mijn collega's, want als jullie massaal vragen gaan stellen, nou ja, dan zal ik toch even wel wat hulptroepen in moeten roepen. Maar als je dus persoonlijke begeleiding van me wil krijgen, dan heb je 2 dagen de tijd om de opdracht te voltooien. Want woensdag 6 januari moet je dus voor 1 uur al je foto's en vragen naar mij gemaild hebben. Naar natasja@kappers.eu. Dus nog een keer natasja@kappers.eu. Dan kan ik namelijk woensdagmiddag samen met mijn collega's alle vragen netjes neerleggen om ze donderdag met jullie te kunnen beantwoorden. Dus in principe heb je een week de tijd voor de opdracht, maar wil je dus vragen beantwoord hebben, dan heb je 2 dagen. Nou, dan laat ik hier de dollet zien die ik voor jullie al gedaan heb. Want wat hebben we namelijk gedaan of wat gaan jullie doen? We gaan het haar in lagen knippen en wel in een punt. Dus elke laag loopt mooi lang door in een punt. Op deze manier hou je toch een mooie hoeveelheid haar aan de onderkant over. En is het weer een andere gelaagdheid dan alleen maar toenemende lagen of iets in die geest. Na het knippen gaan we het kleuren. We gaan dus werken met een money piece. Dat zien jullie hier ook heel mooi naar voren komen. Aan de voorkant hebben we een hele sterke verheldering. En aan de achterkant loopt de balayage heel mooi door naar een zachter geheel. Geen harde lijnen, geen spots. Dus als je alles precies stap voor stap volgt in de film, dan zal je dus zien dat je op een hele makkelijke manier en op een snelle manier mooi kan kleuren. Nou, dan gaan we natuurlijk ook nog stylen, want breng je dollhead zo mooi mogelijk in model. Want die foto's kan je namelijk op je social media plaatsen. Dat zal ik ook echt zeer zeker adviseren, dat gewoon al je klanten kunnen zien, dat je niet bij de pakken neer gaat zitten, dat je gewoon lekker aan het trainen bent. Als je foto's maakt, wil ik nog wel het advies geven, zet je toestel op portretfoto. Dan maakt hij net even wat mooiere foto's dan in een normale stand, want je wil wel je mooiste foto's op social media plaatsen. Voor de rest zou ik zeggen, heel veel succes, veel plezier, geniet ervan en nou ja, ik hoop heel veel mooie resultaten tegemoet zien te komen. Maar ik zie jullie weer 11 januari of misschien wel de donderdag voor een FaceTime gesprek als jullie vragen hebben. Maar vanuit mij een dikke kus en succes!